Hoi, mijn naam is Lisanne de Vries en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een hele bijzondere video voor jullie. Ik heb namelijk mijn vriend de opdracht gegeven om kleren voor mij te kopen. En nou, dat heeft hij gedaan en dit is het resultaat. Ik heb echt een enorme doos van H&M binnengekregen. Daar heeft hij dus alle kleren gekocht. Ik zal zo nog eventjes in zijn geheel deze doos laten zien, want het is echt niet normaal hoe groot deze is. Ik heb letterlijk nog nooit zo'n grote doos van H&M ontvangen. En hij heeft dus kleren voor mij gekocht voor ongeveer 600 euro. Ik gaf hem de opdracht om ongeveer 3 tot 5 outfits voor mij te kopen. Nou, hij heeft er 6 gekocht. Hij vond het echt zo leuk om te doen. Hij heeft er ook 2 uur over gedaan, echt heel lang. En nou ja, uiteindelijk heeft hij dus 6 outfits gekocht. Ik heb geen idee wat hij heeft gekocht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb tegen hem gezegd, koop wat je zelf mooi vindt en niet waarvan je denkt dat ik het mooi vind. Maar echt precies zoals je wil dat ik eruit zie. En nou weet ik dat hij best wel een sletterige smaak heeft, als ik het zo kan zeggen. Het liefst heeft hij dat ik elke dag in strakke kleren loop. Leren broeken, leren rokjes, zo strak mogelijk. Het liefst helemaal een latex pakje, bij wijze van spreken. Dus ik ben heel benieuwd wat hij heeft gekocht. Ik denk dat het ja, zoiets als wat ik net zei wordt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het openmaken. Dus hebben jullie zin in deze video? Abonneer hieronder alvast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, voordat ik deze video begin wil ik heel eventjes zeggen. Ik ben eigenlijk echt ziek. Ik heb koorts en ik ben zwaar verkouden. Mijn neus loopt de hele tijd. Dus sorry als ik een beetje raar klink. Maar ik wilde gewoon per se deze video voor jullie opnemen. Goed, ik ga de doos even uitpakken. Ik zal hem eventjes in zijn geheel laten zien. Want het is niet normaal hoe groot deze is. Kijk, dit is de volledige doos. Oh mijn god, ik heb echt nog nooit zo'n grote doos gezien. Ik ga hem nu openmaken. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk geen idee wat allemaal bij elkaar hoort. Maar ik heb aan hem gevraagd of hij een lijstje kon sturen met alles wat bij elkaar hoort. Dan gaat hij nu al voor de 3e keer een alarm af van een auto. Horen jullie dit? Hou eens op, joh. Oké, nou, het alarm is weer gestopt. Ik denk dat hij zo weer begint. Maar ik denk dat ik maar gewoon iets ga pakken. Even kijken. Hij heeft dus 6 outfits. En volgens mij 1 jas en een schoen, 1 paar schoenen of zo. Ik weet het niet precies. Hij had eigenlijk nog meer. Maar toen was de bestelling, het bedrag van de bestelling te hoog. Want blijkbaar mag je maar tot een bepaald bedrag bestellen bij de H&M. En toen moest hij dus een paar dingen eruit verwijderen. Dat vond hij wel jammer. Maar goed, laat ik maar beginnen met dit. Nou, volgens mij is dit een leren broek. Wat dacht ik al niet. Oké, nou, ik heb hier dus een leren broek liggen. Maar ik weet niet waar het precies bij hoort. Ik heb aan hem een lijstje gevraagd. Ik ga hem even bekijken. Ik ga alleen een leren broek bekijken. En verder ga ik proberen om geen andere outfits te zien. Even kijken. Nou, dat is meteen de eerste outfit die hij zelf in gedacht had. Even kijken. Er staat leren broek knopen. Ik weet niet wat hij met knopen bedoelt. Misschien zitten er heel veel knopen op deze broek. Geen idee. Wit shirt, rode tekst. Hoge sneakers wit. Rode oorbellen. Rode oorbellen? Wat is dit nou weer? Oké, wit shirt met rode tekst. Ik ga even zoeken. Ik ga even grabbelen in mijn doos die enorm groot is. Oh, wacht. Ik heb volgens mij witte sneakers, zei die toch? Volgens mij zijn dat dan deze. Even kijken. Hoge sneakers wit. Hoge sneakers. Bedoelt hij dan met zo'n hoge zool? Of geen idee. Nou, ik denk dat dit ze zijn. Oh ja, hier is een rood t-shirt. Tenminste, een wit t-shirt met rode letters. Nu alleen nog rode oorbellen. Ik heb echt geen idee. Ik voel me echt een soort grabbelaar zo in deze doos. Huh? Hij heeft 2 keer die sneakers. Maar dat moet een foutje zijn, denk ik. Of hij wist niet welke maat ik had. Dat kan ook. Even kijken. Nee, allebei maat 40. Nou, dat klopt denk ik niet. Oh, wacht. Dit witte t-shirt heeft ook rode opdruk. Oké. Moet ik even aan hem vragen. Oké, ik heb hier de rode oorbellen gevonden. Het lijkt wel dingetjes worden in de kerstboom. Oké, nou, dit is denk ik outfit nummer 1. Ik moet alleen heel eventjes aan hem vragen welke van de 2 rode t-shirts hij bedoelt. Dat ga ik heel even vragen. Hey Mop, ik heb een vraagje. Ja? De eerste outfit, daar staat op wit shirt met rode letters. Maar je hebt 2 shirts met rode letters. Deze en deze. Deze? Oké. Ik heb hier 2 keer mezelf. Ja. En kijk eens naar de maat. Ja, allebei maat 40. Nee, dat is per ongeluk gegaan. Oh, nou ja, kan gebeuren. Nou, ik heb hem even gebeld. Het is dus deze. Goed, ik ga het even passen.
Nou, ik heb de outfit aangetrokken en dat was nog best wel een gedoetje. Want ik kwam er dus achter dat, zoals ik al voorspelde, hij 100 leren dingen heeft uitgekozen. Waaronder 2 leren broeken. En ik kwam er dus maar niet achter welke het nou was. Dus ik heb hem even geappt en ik heb de goede gevonden. Het was dus net de verkeerde die ik had, dus ik ben weer even gaan grabbelen. En ik heb de outfit nu aangetrokken. En dit is hem. Let eventjes niet op de ravage hierachter nu, want ja, dat komt echt door dat uitpakken. Maar goed, dit is dus de outfit. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Ik had hem zelf misschien iets anders gedaan. Ik vind het nooit zo leuk om wit op een zwarte broek en dan weer witte schoenen eronder te dragen. En het is natuurlijk nu bijna winter, dus ik zou zelf eerder een trui of zo hierop dragen. En dan misschien gewoon een zwarte of een grijze trui en andere schoenen. Ik vind de broek wel heel mooi. Hij zit alleen voor geen meter. Dat heb ik heel vaak met leren broeken. Dat ze gewoon niet lekker zitten. Maar op zich is het wel een mooie broek. En dit bedoelde dit dus met alle knoopjes. Ja, het is ook meer een legging. Dus van achter zitten er ook geen zakken. Dat vind ik zelf altijd heel lelijk. Hij is ook best wel kort. En ja, hij zit gewoon niet lekker. Er zit totaal geen stretch in. Als ik mijn been omhoog til, dan zakt hij gewoon bij mijn kont alweer af. Dus nee, de broek zou ik zelf niet kopen. Die ga ik ook terugsturen. Dat wordt trouwens ook nog wat, die hele doos terugsturen. Ik heb nog niet echt een idee hoe ik dat ga doen. Maar goed, het t-shirt, nee, ben ik ook niet zo'n fan van. Al die grote letters erop en zo, daar hou ik niet zo van. Wat staat er eigenlijk op? Geen idee, iets Frans. Ik kan geen Frans. Dus nee, daar ben ik zelf geen fan van. Ik zou ook nooit een t-shirt met rode letters nemen, dus nee. En de schoenen, die vind ik eigenlijk best wel leuk. Alleen hou ik zelf altijd meer van sneakers van een merkje of zo van Nike. Ze zitten ook niet heel lekker. Maar op zich is het idee wel leuk met zo'n hoge zool. Dus nou, ik vind niet dat hij het heel verkeerd heeft gedaan, maar ik ben er ook niet heel blij mee of zo. Het is niet iets wat ik zelf zou kopen. Maar goed, dat was natuurlijk ook zijn doel. Om iets te kopen wat hij zelf mooi vindt. En ik weet zeker dat hij dit wel een hele leuke outfit vindt. Hij houdt nou eenmaal van leren dingen die strak zitten. Nou, dat is deze broek zeker. Oh ja, deze oorbellen had ik nog niet laten zien. Nou, die vind ik helemaal niks. Die zou ik echt nooit kopen. Dus nee, die vind ik niet zo mooi. Oké, nou door naar de volgende outfit. Ik heb hem trouwens net eventjes gebeld en hij vond het zelf een hele leuke outfit. Hij zei, nou dit is toch geweldig? Dus nou, hij vindt het zelf in ieder geval geslaagd. Ik wat minder helaas, maar goed, dat had ik al wel verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat het nog wel veel erger was. Dat hij met net panties aankwam en hele korte rokjes. Maar goed, misschien komt dat natuurlijk nog. De reden trouwens dat hij niet in deze video zit, is omdat hij dat niet wil. Helaas, ik had heel graag gewild dat hij erbij was. Of dat ik hem in ieder geval mocht bellen tijdens het filmen om te vragen wat zijn mening was, dat zijn hoofd er niet eens opkwam. Maar hij wil het echt niet. Dus vandaar dat hij er niet bij is. Dus ik doe het maar gewoon zelf. En dan bel ik hem tussendoor. En dan vertel ik wel wat hij ervan vindt. Maar goed, laten we doorgaan naar de volgende outfit. Ik pak het lijstje er even bij. Even kijken. Outfit 2. Push-up legging. Ghostwriter oorbellen. Geen idee. Zilver druppel armbanden. En wat voor shirt dan? Huh? Oh, wacht. Misschien Ghostwriter, is dat een shirt waar dat op staat of zo? Ik heb geen idee. En dan zilveren oorbellen. Goed, ik ga wel weer even grabbelen. Ik zit hier heel krampachtig op dit moment. Omdat die broek zo niet lekker zit. Oké, wacht. Die jacking die had ik net wel al hier. Ja, push-up jacking. Dat is deze. Even kijken, dat is weer een leren broek. Even kijken hoor. Ja, push-up jackings, dat zijn deze. Nou, het is dus weer een leren broek. Die had ik nog niet aan. Deze is wel meer stretchy, heb ik het idee. Volgens mij is die wel, ja, low-waist. Oh, dat haat ik. Ik haat low-waist broeken. Ik heb altijd high-waist. Anders zakt het gewoon van mijn billen af, net als de broek die ik nu aan heb. En er zit ook nog eens geen stretch in, dus dat is echt vreselijk. Hier zit wel stretch in, maar ik weet nu al dat ik deze vreselijk ga vinden. Nou, dan ga ik even kijken naar een of ander Ghostwriter shirt of zo. Is dat deze dan? Oh ja, Ghostbusters. Het is echt weer precies zo'n outfit als wat ik nu aan heb. Hij is niet heel origineel. Ja, het is weer een t-shirt met een rode opdruk. Ghostbusters staat erop en een spookje. Oké. Nou, ik ben benieuwd wat staat erop. Who you gonna call? Ghostbusters. Is dat niet van een of ander tekenfilmpje of zo? Geen idee. Nou, het is echt weer precies dezelfde outfit als wat ik nu aan heb. Maar wat voor schoenen moet ik hierbij dan? Ik denk weer die witte. En dan zilveren oorbellen en druppelarmbanden. Oké, even zoeken. Oké, ik heb het denk ik gevonden. Ik denk dat hij bedoelde zilveren druppeloorbellen. Want dat zijn deze. Dit zijn oorringen.
En deze armbanden. Nou, dit zijn ook echt armbanden waar ik een hekel aan heb normaal. Want die klingen dan altijd zo tingelingeling om je arm. Ik heb ook hele dunne polsen. Hij heeft wel maat XS genomen, zie ik. Maar vaak zijn ze dan nog te groot. Ja, ik ga het maar weer aantrekken. Het is echt precies hetzelfde als wat ik al aan heb. Maar goed, we gaan kijken. Nou, ik heb de outfit weer aangetrokken en het is, zoals ik al zei, precies dezelfde outfit als net. Alleen deze broek is echt mega laag en oh, ik vind dat zo naar zitten altijd. Als ik nu ga zitten, dan zie je gelijk mijn hele ondergoed zitten. Nou, dat vind ik zelf altijd verschrikkelijk. Nou, snap ik ook niet zo goed. Ik ben altijd wel benieuwd geweest naar een push-up broek, maar waarom is dit per se push-up? Nou, ik zie het zelf niet echt. Maar goed, nee, die broek. Als hij high waist had geweest, dan had ik hem wel heel mooi gevonden. Want hij glimt wel heel mooi voor een leren broek, zie je? Dus dat is wel mooi. En hij zit best wel soepel ook. Dus als hij high waist was geweest, dan had ik hem sowieso gehouden. Maar ja, dat is hij helaas niet. Hij heeft verder ook een goede lengte en hij is wel goed skinny, maar niet te. Dus op zich, de broek vind ik best wel mooi. Als je van een low waist broek houdt. Dan is dit best wel een goeie. Sorry, ik ben echt mega verkouden. Ik zit de hele tijd te hoesten en mijn neus op te houden en zo. Maar goed, de t-shirt vind ik niks. Deze is heel dun en die heeft van hier van die splitjes. Dat vind ik zelf altijd een nadeel. Want als je het dan een beetje zo in je broek wil stoppen, dan zie je hier zo'n raar splitje. Dus dat vind ik nooit leuk. De opdruk ziet er ook heel erg verwassen uit. Dus nee, het is ook heel dun. Dus deze ga ik sowieso terugsturen. Ja, verder is het precies hetzelfde als net. De schoenen die zitten dus best wel lekker, maar ook weer niet. De oorbellen trouwens vind ik wel heel mooi. Die ga ik wel houden, denk ik. Dus die vind ik wel mooi. En het gaat dus van voor en dan achter je oor, zo. Dus dat is best wel leuk. De armbanden heb ik even niet omgedaan, want die moet je dan helemaal uit de verpakking halen. En dan kan je ze niet meer terugsturen. En aangezien ik toch al weet dat ik ze niet ga houden, heb ik ze even niet omgedaan. Ja, verder is het een simpele outfit. Ik weet zeker dat hij dit heel erg leuk vindt. Hij houdt gewoon van leren broeken en witte t-shirts. En strak en low waist. Hij zegt tegen mij altijd, oh, jij altijd met je high waist broeken. Dat vind ik zo onflatteus. Nou, ik vind dat juist heel mooi. Maar goed, hij is een man. Ja, nee, deze broek is het hem niet voor mij. Oké, nou, ik heb het hem eventjes gevraagd. En hij vindt het zelf weer een hele leuke outfit. Hij wilde heel graag die broek van net, dus die leren broek, en deze broek proberen. Omdat hij helemaal op internet had zitten googelen naar alle broeksoorten. En dit was mooi vormend bij de billen en dat wilde hij graag proberen. Maar die andere vond hij ook leuk. Dus vandaar dat hij twee dezelfde outfits heeft. Want hij wist geen andere manier om het te combineren. Dus heeft hij ze maar gewoon allebei in ongeveer dezelfde outfit gedaan. En hij zegt ook, ik wist al dat je deze niet leuk zou vinden, maar ik mocht kiezen. Nou, gelijk heeft hij. Dit was zijn kans om een keer een low-waist leren broek bij mij aan te krijgen. Dus ja, ik vind het wel heel grappig. Eindelijk kan hij een keer echt doen wat hij wil. Goed, we gaan door naar outfit nummer 3. En ik heb hier staan kanten body en paperback broek. Oké, nou ja, ik wist niet dat hij wist wat een paperback broek was. Kanten body, dat klinkt als iets wat als ondergoed gedragen moet worden. Goed, ik ga even kijken weer in de zak. Verder staat er niks bij. Oké, nou ik denk dat ik het heb gevonden. Ik weet het niet zeker, want het staat er niet echt heel duidelijk op. Bijvoorbeeld dit staat alleen black. Heel onduidelijk. En ik kom er dus net achter dat hij die laarzen, tenminste hij heeft nog een ander paar schoenen, namelijk laarzen besteld. En die heeft hij 3 keer besteld. En die andere ook al 2 keer. Dus ik appte hem net. Ja, je hebt die schoenen 3 keer besteld. Zei hij. Ha, 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 echt typisch mannen die gaan shoppen. Oepsie. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar goed. Ik ga even uitpakken. Oh, nee. Dit is geen body. Dit is een muts. Oké. Ik moet nog even verder zoeken. Best lastig zo zoeken trouwens. In zo'n grote doos. Ik zit echt al vet lang te zoeken. En ik kom er maar niet achter wat is. Ze moeten dat echt duidelijker erop gaan zetten bij de H&M. Oké, dit is wel de goede broek. Dit is een paperback broek, een zwarte. Die vind ik best wel leuk. Alleen niet echt voor het aankomende seizoen. Hij is ook best wel dun. Maar ik vind het altijd meer zomerbroeken. Maar goed, we gaan het zien. Ik was al wel heel erg lang op zoek, tenminste in de zomer, naar zo'n soort broek. In het zwart gewoon heel simpel, maar dat kan je eigenlijk met alles ook combineren. Dus ik ben wel blij dat hij dat nu voor me heeft gekocht. Ik denk dat ik deze wel leuk ga vinden. Hij ziet er wel mooi uit met zo'n strik van voor. Dus die is wel leuk. Ik ga nog verder even zoeken naar de body. Oké, misschien dat dit het is. Hier staat op een blouse. Ja, geen idee.
dit het? Oh ja, dit is de body. Er staat op blouse. Nou, dat vind ik dus ook weer heel slecht omschreven. Maar goed, dit is dus een kanten body, zoals die al had gezegd. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Ik moet wel even een andere BH gaan pakken, denk ik. Want ik heb nu een beige BH aan. Bodies draag ik eigenlijk nooit, want ik heb een te groot torso. Heet het zo? Volgens mij wel. Dus dan knapt het altijd open aan de onderkant. Of het zit vet strak. Dus ja, ik draag dat eigenlijk nooit. Ik pak het ook vaak niet eens meer in de winkel. Maar ik ben benieuwd. Deze ziet er best wel lang uit. En best wel mooi. Dus ik denk dat ik deze wel leuk ga vinden. Alleen weet ik niet of het in combinatie met deze broek leuk is. Ik zou dit eerder dan op een leren broek dragen bijvoorbeeld. Of een rokje. Goed, ik ga het even aantrekken. Ik weet alleen niet wat voor schoenen die hierbij in gedachten had. Ik hoop toch niet die witte, want dat lijkt me nou heel lelijk hierbij. Nou, zoals je ziet is het inmiddels echt een complete ravage in deze kamer. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga het zo allemaal opruimen en ik heb dus deze outfit ook weer aangetrokken. De body die zit echt fantastisch. Dit is echt de beste body die ik ooit heb gehad. Dus dankjewel daarvoor, schat. Helemaal geweldig. Ja, hij schijnt dus een klein beetje door, maar dat vind ik altijd wel heel erg mooi staan. Voor als je uit eten gaat of zo. En hij zit gewoon heel lekker. Hij is lang genoeg, gelukkig. Hij kriebelt niet. En ik vind het printje erin ook heel mooi. Het is een soort pantenprintje. Nou, daar hou ik natuurlijk heel erg van. En ja, hij zit gewoon heel mooi. In combinatie met de broek vind ik hem iets minder. Dit is dus de broek. Dit is een paperback broek, zoals hij zelf al zei. En ik weet niet, ik vind het model niet geweldig. Hij trekt hier een beetje, terwijl hij voor de rest juist wel weer los zit. En hierboven zit hij ook best wel los. Dus het is gewoon een beetje een raar model. En ik vind hem niet zo flatterend zitten. De onderkant is te kort. Dus nee, deze ga ik niet houden. Maar de body vind ik wel heel mooi. Dus ik denk dat ik die wel ga houden. Want het is altijd wel handig om in je kast te hebben. Als je een keertje uit eten gaat of zo. Maar in combinatie met de broek vind ik het sowieso geen goede combi. Ik had het echt gecombineerd met een leren broek of een leer rokje. En hij houdt zo van leer, dus ik begrijp echt niet waarom hij dat niet heeft gedaan. Maar ik denk dat hij dacht van, nou, ik moet ook een keertje wat anders kiezen. Dus ik doe maar een andere zwarte broek. Nee, deze vind ik niks. Ik denk dat hij hem ook niet zo mooi vindt, omdat hij heel hoog is. Bij de billen niet mooi flatteert. Dus ik ga even vragen wat hij ervan vindt. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb wederom weer eventjes zijn mening gevraagd. Hij vond het zelf heel mooi staan. Echt heel mooi. Vooral de body. Nou, daar ben ik het mee eens. Die vind ik zelf ook heel mooi. En toen zei ik van, nou, ik vind het gecombineerd met elkaar niet zo heel erg mooi. Maar de body op zich vind ik wel heel mooi. De broek zou ik zelf niet kopen. Ik zou het eerder combineren met een leren broek. En toen zei hij, nou, dan probeer je dat toch straks eventjes. Dus dat ga ik straks aan het einde nog eventjes proberen. Alleen heeft hij natuurlijk alleen maar die low-waist leren broek. En die lijkt me dan weer niet mooi hierbij. Maar ik zag ook dat hij een leren rokje had toen ik net eventjes zat te spieken. Dus ik denk dat ik die er straks even bij ga proberen. Ga ik even mixen en matchen. Maar goed, nu outfit nummer 4. Ik pak hem er even bij. Even kijken. Lichte spijkerbroek, witte kooltrui, bruine schoenen. Oké. Ik ga kijken. Oké, nou, ik denk dat ik alles hier heb. Ik ga het weer even openmaken. Ze zijn niet eruit. Oh, wacht even. Ik dacht dus dat hij dezelfde laarzen 3 keer had besteld. Maar hij heeft zwarte laarzen en bruine laarzen. Nou, volgens mij zijn het dus de bruine laarzen. Ik pak ze even uit. Oh my god, is dit serieus? Wat is dit? Even serieus? Oh, dit vind ik echt heel lelijk. Hoe kan die dit nou uitkiezen? Dit is echt afschuwelijk. Nou. Oh my god. Nee, dit is echt niet mijn smaak gewoon. Goed, even kijken wat hij verder heeft. Oké, hij heeft dus een witte kooltrui besteld. Tenminste, wit. Het is meer crème. Ik weet niet of jullie de kleur goed kunnen zien. Maar hij schijnt dus ontzettend door. Het is echt een heel dun stofje. Dit vind ik ook helemaal niks. Volgens mij heb je bij de H&M echt al mooiere kooltruitjes die wat dikker zijn. Dit is echt een flutstofje. Dit is echt verschrikkelijk. Goed, deze outfit is tot nu toe niet helemaal mijn ding. En als laatste een spijkerbroek. Deze is regular waist. Oké dan. Volgens mij is hij ook heel kort. De kleur is op zich wel mooi, maar ook niet helemaal mijn ding. Het is meer, ja, ik weet niet. Ik had het echt zo'n broek gedragen toen ik 16 was, denk ik. Met dat het hier donkerder is. Nee, nee, nee. Nee, nee, deze outfit wordt hem niet. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Dit is echt... Tot nu toe de allerlelijkste vind ik. Ik ga het allemaal even aantrekken. Voordat ik de outfit aantrek wil ik nog heel eventjes die blouse
zogenaamde blouse, hoe je het beschreven, body is het dus, laten zien. Het printje is dus echt heel mooi. Er zit dus een pandenprintje in. Ik vind deze echt heel mooi. Dit is tot nu toe het enige item die ik sowieso ga houden. Dus ik ga nu de rest aantrekken. En moet je kijken van een ravage. Oh jeetje. Oké, ik heb het aangetrokken. Nou, jullie zien het natuurlijk gelijk al. Dit ding schijnt ontzettend hoor. Ik heb echt gelijk alles exposed. Dit is echt verschrikkelijk. Oh mijn god. Hoe kan iemand dit nou uitkiezen als outfit? Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik weet dat hij het echt zijn best gedaan. Hij zegt ook de hele tijd, ik heb echt zo mijn best gedaan. En ik hoop zo dat je het leuk vindt. Als ik dit zo zie, dan denk ik echt, hoe kan ik dit nou uitkiezen? Verschrikkelijk. Die schoenen. Oh mijn god. Het is echt verschrikkelijk. Gewoon alles aan deze outfit is verschrikkelijk. Die broek die zit voor geen meter. En hij is dus regular waist. Nou, ik haat alle broeken die niet high waist zijn. De kleur is ook... Nee. Gewoon nee. Waarschijnlijk is die divided. Nee, niet eens. Meestal zijn de dingen van divided de dingen die ik niet mooi vind. Moet je dan kijken? Je ziet gelijk alles. Ik ga even vragen wat hij hiervan vindt. Ik moet even zijn mening weten. Dit kan toch niet? Zijn er mensen die het wel leuk vinden? Ik vind het zelf echt niet mooi. Die schoenen, oh mijn god. Die vind ik nog wel het ergste van allemaal. Wat een lelijke schoenen. Nou, ik heb hem even een fotootje gestuurd in afwachting wat zijn mening hiervan is. En hij zegt, ik vind het shirt echt heel leuk. Hoe dan? Hij schijnt helemaal door. En de broek vond hij ook heel leuk. De schoenen twijfelde hij over. Dus nou, dat zag hij dan in ieder geval nog wel. Nou ja, ik vind het helemaal niks. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Hij heeft natuurlijk echt zijn best gedaan. En ik vind het echt heel lief dat hij zo de moeite heeft gedaan om 6 outfits voor mij te kopen. Maar ik geef ook mijn eerlijke mening. Ik vind het helemaal niks. Hij vindt het wel leuk. Daar gaat het om. Oké, volgende outfit. Bloemen zonder schouders, zwarte skinny jeans en schoenen. Ja, schoenen. Wat voor schoenen dan? Goed. Even kijken, want hij heeft hier nog een paar laarzen. Ik denk dat ik die er dan bij ga doen. Die zien er best wel leuk uit. Dat zijn deze. Die vind ik best wel mooi, dus ik denk dat ik die erbij doe. Even kijken, bloemen zonder schouders. Wat is dat voor iets? Oké, wacht. Volgens mij, ik zag wel iets met bloemen. Dit is iets met bloemen wat ik zag. Dit printje vind ik echt... Als jullie mijn alles passen wat ik lelijk vind video hebben gezien, dan weten jullie dat ik niet van bloemetjes print hou. Maar goed, ik ga het even bekijken. Oh my god, dit is een off-shoulder ding denk ik. Met bloemen. Hoe onze smaken verschillen is echt niet normaal gewoon. Dat merk ik nu heel erg. Ik ben ook best wel vaak met hem gaan winkelen. En ja, dan ging het eigenlijk nooit goed, want hij pakte altijd de verkeerde dingen. En dan zei ik altijd, nee, bah, lelijk. En nu heeft hij dus echt al die dingen gewoon besteld. Oh my god, wat is dit weer? Dit is een off-shoulder topje met een heel heftig bloemenprintje. Wat voor broek had hij er nou bij verzonnen? Zwarte skinny jeans, oké. Oké, ja, dit is een zwarte skinny jeans, ook weer regular waist. Oh, en hij weet dat ik van een high waist hou. Maar goed, ik zei natuurlijk tegen hem, koop wat je zelf leuk vindt. Dus nou, ik ben benieuwd. Dit is gewoon een zwarte skinny jeans, een shaping jeans. Ik ben benieuwd. Ik ga het weer even met elkaar aantrekken. En dan met deze schoenen die ik wel heel leuk eruit vind zien. Ik ga het even proberen. Nou, ik heb het weer aangetrokken. En dit is de outfit. Ja, nou, ik wil niet de hele tijd negatief over alles zijn, maar ook deze vind ik niet leuk. Ja, ik geef gewoon mijn eerlijke mening. Ik hou gewoon niet van bloemetjesprint. En off-shoulder vind ik ook helemaal niks. Vooral niet in de zomer of in de winter bedoel ik. Veel te koud. Ik hou niet van koude schouders, blote schouders. En ik vind het ook nog eens niet mooi staan bij mijn lichaam. Want ik heb best wel brede schouders en zo worden ze alleen maar breder. En een printje vind ik ook niet mooi. De kleuren in de blouse of in het topje vind ik wel mooi. En het is ook best wel een lekker stofje. Heel lekker. Ik weet niet wat voor stofje het precies is. Maar hij is heel lekker soepel of zo. En de broek. Ja, dat is gewoon een simpele zwarte broek. Hij is alleen niet high waist. Dus daarom zou ik hem zelf nooit dragen. Ook dit is weer een soort shaping push-up broek. Maar het zit niet lekker. En de schoenen zitten ook niet lekker. Dus het gaat lekker met deze outfit weer. Ik zal even inzoomen. Kijk, dit zijn de schoenen. Ik vind ze op zich wel heel leuk. Ze zijn van leer. Een soort van nepleer, denk ik. Maar ze zitten gewoon niet lekker.
Dus nee, ook deze outfit vind ik weer helemaal niks. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik ga het heel even vragen. Nou, ik heb zijn mening weer eventjes gevraagd. En hij vindt dit zelf echt een hele mooie outfit. Hij vindt dit volgens mij de mooiste tot nu toe. En hij vindt juist dat dat off-shoulder heel erg mooi bij mij staat. Hij zegt, je figuur is daar heel mooi. Dus nou, dat is wel lief. Maar toen zei ik, ja, ik vind dat juist niet mooi, want het accentueert mijn brede schouders. En toen zei hij, nou, dat vind ik juist niet. Maar ja, ik heb een mannenoog. Wie ben ik nou? Dus nou goed, hij vindt het zelf heel mooi. Daar gaat het om. Ik vind het zelf wat minder, omdat ik dus niet van bloemetjes hou en omdat hij low-waist is. En off-shoulder. Maar goed, hij heeft nog één outfit. Maar hij had dus ook een muts besteld. En ik vroeg net aan hem, je hebt ook een muts besteld, hè? Wist je dat? Want die staat dus niet bij een van die outfits. Maar volgens mij heeft hij die per ongeluk besteld. Het is niet helemaal soepeltjes verlopen, volgens mij, dat bestellen bij hem. Maar goed, ik ga even de laatste outfit erbij pakken. Hij zegt nu, oh ja, die muts die hoorde bij de jas die ik niet meer kon bestellen omdat ik te veel had besteld. Waarvan 3 dezelfde schoenen. Dus hij had ze uiteindelijk denk ik wel kunnen bestellen. Maar goed, dit is dus een verdwaalde muts. Volgende outfit is er een met een rokje. Ik had dus eigenlijk verwacht dat hij alleen maar rokjes zou bestellen voor mij. En dan heel kort en ook zulke grote ringen. Dus ik vind het apart dat hij dat niet heeft gedaan. Maar misschien komt dat nog. Even kijken. De laatste is zwarte rok, bruin ding met capuchon. Oké. Ik denk dat dit het bruine ding met capuchon is. Hij heeft lekker goede benamingen voor alles. Even kijken. Het is een trui. Oké, nou die is best leuk. Dit moet naar achter. Deze vind ik wel leuk. Het is wel heel kort. En hij is aan de onderkant helemaal gerafeld. Maar deze vind ik op zich wel leuk. Ik vind deze kleur heel mooi. Oh, die mouwen zijn ook zo. Ik denk dat ik deze wel leuk ga vinden. En hij had het dan bedacht in combinatie met een leren rokje. Volgens mij is dat deze. Ja. Oké, hij had het bedacht in combinatie met dit rokje. Ik denk dat ik deze outfit wel leuk ga vinden. En dan in combinatie met dezelfde laarzen als die ik nu aan heb. Ik ga het weer even aantrekken. Oké, nou, he saved the best for last. Want deze outfit vind ik echt heel leuk. Dit is hem met deze schoenen en ik vind dit echt heel erg leuk staan. Dit zijn sowieso kleurencombinaties die ik zelf heel erg mooi vind de laatste tijd. En dit vind ik ook best wel een leuk topje. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Dit is best wel leuk boven een rokje. En er zit dus een capuchon aan, wat ook heel erg leuk is. En ik vind die rafeltjes bij de mouwen en aan de onderkant ook heel erg mooi. En in combinatie met een leren rokje vind ik het wederom ook weer heel leuk. Ja, ik weet nog niet zeker of die rits nou aan de achterkant moet of aan de voorkant. Maar ik denk dat ik hem zo goed heb. En ja, ik vind het dus gewoon een hele geslaagde outfit. Ik vind het heel goed bij elkaar passen. Misschien kan het ook nog in het rokje. Maar ik vind het zo eroverheen ook best wel leuk staan. En het zit ook nog eens heel lekker. En in combinatie met die schoenen is het ook heel mooi. Zo staan die schoenen er echt leuk bij. Veel beter dan bij die spijkerbroek van net. En ja, ik vind ze best wel leuk, die schoenen. Alleen ze zitten dus niet zo lekker. Maar ze zijn best wel mooi met die gespjes en zo. En zo bij een leren rokje vind ik het echt leuk. En ik vind het heel goed dat hij een beetje een sexy rok, die van leer is dus, heeft gecombineerd met iets wat gewoon heel chill zit. Dan ja, is het niet alleen maar sexy. Dus ik had echt verwacht dat hij hier een crop top boven zou dragen of zou kiezen. Die heel strak zat met zo'n stuk buik over. Maar nee, hij heeft het best wel goed gedaan met deze. Dit is de enige outfit die ik echt leuk vind. Dus hier ben ik wel trots op. Oh ja, en ik was dus eventjes aan het grabbelen in die doos. En toen kwam ik alsnog deze enorme oorringen tegen. Dat kon ook niet anders. Dat had ik ook al verwacht. Dus die heb ik maar eventjes bij deze outfit aangetrokken of ingedaan. En ja, ik ben zelf niet zo'n groot fan van die enorme oorringen. Maar deze zijn best wel subtiel. Dus ik vind ze niet eens heel lelijk staan hierbij. Maar ik zou ze zelf nooit kopen. Oké, ik ga even vragen wat hij van deze outfit vindt. Ik denk ook wel leuk, want hij vindt alles leuk wat hij heeft uitgekozen. Ik ga echt helemaal stuk. Hij zegt eerst ja, ik vind het wel oké. En dan zeg ik dat ik het leuk vind en dan is dit zijn reactie. Oké, heel grappig. Helemaal leuk. Oh, nou vindt hij het ineens ook zelf heel leuk. Niet meer wennen. Nou, dan was dit de video voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben echt heel benieuwd of jullie de outfits wel geslaagd vonden. Deze vond ik echt heel leuk. Hier ben ik ook heel blij mee. Deze ga ik sowieso helemaal houden. Behalve de schoenen, want die zitten gewoon niet zo lekker. Als ze lekkerder hadden gezeten, dan had ik ze misschien wel gehouden. Maar ik ga binnenkort Dr. Martens kopen.
Dus dan zijn deze schoenen een beetje onnodig. Deze trui vind ik dus helemaal geweldig. En het rokje ook. Dus die ga ik houden. De rest vond ik allemaal verschrikkelijk. Dus nou ja, daar ben ik dan ook wel heel eerlijk in. Dat vindt hij ook niet erg. Hij heeft echt zijn best gedaan. Dat weet ik. En ik vind het ook heel lief dat hij dat voor me heeft gedaan. Laat ook eventjes in de reacties weten wat jouw favoriete outfit was. Daar ben ik heel benieuwd naar. En of jullie vinden dat hij het wel goed heeft gedaan. En dan hoop ik dat jullie het in ieder geval een leuke video vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!